Anna, stuur ogenblikkelijk Rombertus naar boven. Oh, meneer, mijn pomp staat toch buiten de ramen te wassen? Ik zei ogenblikkelijk, Anna. Oh, goed, meneer. Pom, kom, onmiddellijk. Ben er toch? Onmiddellijk bij meneer komen. Doe nou. Hé, ik ben met de ramen bezig, Anna. Doe niet zo aangebrand, vlug komen. Leuk, hoor. Schiet nou op. Ja. Blijkt wel of het kasteel in de brand staat. Even gewoon neerleggen. Als de brandklok geluid heeft, nee, Hanna, dan moet ik onmiddellijk blussen. Ja, heb ik iets op je geweten? Ik iets op mijn geweten? Ik heb nooit iets op mijn geweten. Ja, soms een klein pietje, maar nou zelfs niet het allerkleinste pietje, Hanna. Nou, ik help het je hopen, want meneer die had niet direct een vriendelijke toon. Och, ook een baron stapt wel eens met zijn verkeerde been uit bed, hè? Nou, schiet je nou op. Oh, ga al. Oh, dit hang jij wel even voor me op, hè? Oh, wat een onweer. Kan dat worden, zeg. Onweer. Ja, binnen. Weer hetzelfde weg, jongen. Zo, ben je er eindelijk. En mij maar laten wachten. Ik was met de ramen bezig, meneer. Oh, niet schelen waar je mee bezig bent. Wat heb je nou gisteravond met die brief gedaan die ik heb laten lezen? Met welke brief, meneer? Met welke brief? Doe je zo onnozel? Die brief van mijn Amerikaanse vriend. Oh, die? Ja, die. Welke brief zou ik nou anders bedoelen? Nou, we spreken op, waar is die? Nou, niks, meneer. Die heb ik toen ik wegging weer teruggelegd op uw schrijftafel. O ja? Nou, dan heeft hij zeker pootjes gekregen, hè? Hoezo, meneer? Omdat ik dat ding nergens kan vinden, Harlek Piet. Nergens. Dan gaan we hem toch even zoeken, meneer. Krijg ik een kwartje als ik hem vind. Hé, jongen, schiet op met je kwartje. Ik schiet, meneer. Nou, heb je hem nog niet? Je hebt hem over de schrijftafel gelegd, dat zei je toch? Ja, meneer, dat weet ik zeker. Oh, nou, dan zou je hem vermoedelijk ook heel zeker weten te vinden, hè? Wel ja, wel ja. Gooi de rommel even een beetje op de vloer van mijn salon, zeg. We krijgen hem nou. Zo vind je hem beslist, hè? Nou, heb je hem nou nog niet? Dan heeft hij toch waarschijnlijk ergens pootjes gekregen, hè? Zoals je zei. Nou, doe nou. Oh, je zult hem vermoedelijk wel in de prullenbak gegooid hebben. Dat is even voor jou. Nee, meneer, dat weet ik zeker. Kijk toch maar even. Het is net iets voor jou. Naar binnen. Dat doe ik jou altijd. Best is u onredelijk, meneer. Ach, Hanna, bemoei je er alsjeblieft niet mee. Ik kan het heus zelf wel af, hoor. Een kopje koffie, dat zal je goed doen. Ja. Ik begrijp er niks van. Die brief is ergens te vinden. Oh, nee? Nou, je wist het toch zo zeker? Als u nou allebei even de koffie opdrinkt, is er ook even tijd om rustig na te denken. Dank je, Hanna. Ja, drink me gauw op. Het is niet zo heet meer. Oh. Wacht eens. Ik geloof. Wat heeft hij nou weer, Anna? Ach, laat maar. Kom, we gaan even deze boel op orde brengen. Wat een rommel. Het lijkt wel alsof het hier gestuimd heeft. Ja, dat heeft het ook. Meneer beweert dat ik die brief van zijn Amerikaanse vriend heb weggemaakt. Maar ik weet zeker dat ik hem gisteravond teruggelegd heb op de schrijftafel. Ja. Kijk eens. Kijk nou toch eens. Het schoot mij plotseling te binnen. Toen ik gisteravond mijn boek sloot, heb ik bij wijze van bladwijzer de brief erin gelegd. Ik was het totaal vergeten. Hoe bestaat het, hè? En dat zegt u zo vrolijk. Ja, natuurlijk, Hanna, van de brief is terecht. Dat is toch heerlijk? Wat had je anders gedacht? Ik dacht, nou, meneer, die gaat het allereerste bij Pomse verontschuldigingen aanbieden. Hij is zo afschuwelijk tegen hem geweest. Oeh, bedoel je dat? Juist. Nou, Harle Piep, ik bied jou mijn verontschuldigingen aan, want ik ben zo afschuwelijk tegen jou geweest. Mijn oprechte excuses, hoor. Zo goed, Hanna. Oh, dat moet u niet aan mij vragen. Zo, dan krijg ik het op mijn boterham, hè? Nou heb ik het plotseling allemaal gedaan. Och, meneer, mensen is nooit te oud om te leren. Hé, hey, Pom. Nou, nee, Hanna, laat het maar. Deze keer heeft Rombertus gelijk. Ook toen ik beweerde dat ik die brief teruggelegd had op de schrijftafel, meneer. Nou. Weet je wat ik vind? Dat jullie allebei gelijk hebben. En daarom zal ik naar boven gaan en dan ga ik mijn boetekleed aandoen. Zo goed? Een heel goed idee, meneer. Maar voor u zich gaat verkleden, mag u eerst Pom nog eventjes helpen de rommel opruimen. Oh. Zo. Sanna. Ja, is Hanna. Ja. Dit is Hanna.
Oeh, nou. Ga ik wel door mijn knieën. Zeg, Ornepiep. Ja, meneer. Heeft Hanna jou eigenlijk ooit wel eens zo de les gelezen? Oh, nou en of, meneer. En dan hoef ik het niet eens zo bond te maken als u. Meneer? Oh, ik ben aardig op mijn nummer gezet, hè, maar... Zeg, we zijn nou toch weer goede vrienden, hè? Om u te dienen, milorde. Zo, nou kijk, als ik jou meehelp, dan zit in de tijd van de mum weer helemaal goed, hè? Dan kun je even verder gaan. Dan ga ik ondertussen even mevrouw Maris bellen, want die wil er... Wat is nou die brief gebleven die ik net had toen ik binnenkwam? Heb je hem weer weggemaakt? Ja, zo. Nou, je hebt hem te moeilijk in de prullenbak gegooid. Dat is net iets voor jou. Ik zei het daar net toch al. Dan moet hij daar ergens tussen liggen. Wat is... Oh nee, ik heb hem al. Niet meer kwijt. Dan ga ik even mevrouw Maris bellen, want die zal wel weten... willen weten hoe het allemaal afgelopen is, hè? Ja. Nou, het ijzer is heet. En wij moeten het smeden, hè? Zo. Ja. U gaat smeden, meneer. Ik ga de rommel wel op. Opruimen. Ja, ja. Met mevrouw Ikke Maris. Dag Ikke, je spreekt met Baldi. Hoe gaat het met je? Wordt het dorpsleven zo langzamerhand niet een beetje saai voor jou? Oh nee, helemaal niet. Alleen hier wonen wel jammer genoeg mensen die je beloven binnen 1 of 2 dagen te zullen bellen. Maar ja, dan laten ze je een paar weken wachten en nemen niet eens de moeite om je te vertellen dat een bepaald plannetje niet doorgaat. Oh, wat een engel van een vent moet dat zijn, Ikke. Ja, nou, en ook nog van adel. Dat is nou vandaag al het derde standje wat ik in ontvangst moet nemen. Ach, Baldi, als je het verdient, is het alleen maar goed voor je. Ik heb ze alle drie verdiend, dus ik bied ook jou mijn excuses aan, hoor. Nou is het goed, hoor. Maar over dat plannetje van ons gesproken, hè? Mogen we jou over 1/2 uur komen halen? Wij gaan op avontuur. Wat zeg je? Gaat het toch door? Oh, wat heerlijk. Als wat moet ik me verkleden? Verkleden? Ik hoef je helemaal niet te verkleden. Je gaat zoals je bent. Oh, wat jammer. Maar we gaan toch naar die mevrouw wie er man in Canada zit? Precies, precies. Ik heb mijn Amerikaanse vriend het hele geval beschreven. Ik heb gisteren antwoord gekregen. Alles gaat naar wens. Hij betaalt zowel de reis van de man als de overtocht van de vrouw met haar beide kinderen. Ja, ik heb gisteren pas natuurlijk antwoord gekregen, dus ik moest jou zo lang wel laten wachten en heb je daardoor niets kunnen laten horen. Begrijp je? Oh ja, wat heerlijk. Nou goed, over 1/2 uurtje dan. Dan staan we met de automobiel voor de deur. Ja. Goed, tot straks dan, hè, Baldi? Tot straks, Ikke, en nogmaals mijn excuses. Ja, nou is het goed. Hang nou maar op, hoor. Ja, is goed. Dag, Baldi. Oh, wat heerlijk. Op avontuur. Ja. Nou, Arlepiep, help je even voor mij eens even uitstappen? Jazeker, meneer. Ja, graag. Zo, prachtig. Je rijdt heerlijk rustig, Tom. Heerlijk rustig? Maar met mij scheurt hij altijd door de bochten. Ja, maar hij weet nu dat hij een zeer belangrijk persoon in de auto had. Ja, slik ja. Het maar weer in, meneer. Ja, moet jou tegenwoordig heel wat inslikken, hè? Nou, vertel nou maar eens waar ik naartoe moet. Nou, kijk, zieke. Daar in de verte, daar zie... nee, je moet een beetje verder kijken. Oh, ja. Ongeveer 100 meter verder. Ja? Daar zie je een voetpad aan de rechterkant. Voetpad? Ja, ja, dat zie ik. Ja, ja, nou, dat voetpad moet je ingaan en dan vind je het huisje van juffrouw Kraats. Ja, ik zie maar 1 huisje. Ja, precies, dat klopt. Dat is het huisje van juffrouw Kraats. Oh, ik ben maar even een beetje zenuwachtig. Ja, ja, maar dat gaat straks wel weer over, hè? Nou, dan ga ik dan maar. Ja. Ik heb wens je allebei heel veel succes, hoor. Ja, we weten zeker dat het lukt, mevrouw. We ja. Zullen hopen. Tot straks. Tot straks, Ieke. Zo. Nou, en wat gaan wij nou doen? Laten we gezellig de auto inkruipen, meneer. De auto inkruipen? Wat ben je nou gek? Ik ben geen Indiaan. Dan kunnen er 2 dingen gebeuren, hè? Ieke die kan onmiddellijk terug zijn en dan is alles mooi mislukt. Of ze kan langer wegblijven ja. En dan hebben wij geluk gehad. Aha, ja. Het zal er vast en zeker lukken, meneer. Oh. Mag ik even iets vragen? Ik wilde even iets vragen. Ja. Wat moet die nou? Mooi daar blijven, hoor. Mevrouw,
Mevrouw, mag ik misschien een glas water? Mag ik ook even binnenkomen? Ik ben ineens zo duizelig. Oh, maar natuurlijk. Ja? Komt u maar gauw, ja. Ja. De warmte trekt de kamer uit, ziet u. Ja. Water? Gewoon water. Ik heb nog wat thee in de pot, dus als u liever een kop thee hebt. Oh ja, ja, dolgraag. Ja. Wat een schatjes voor kinderen hebt u toch. Zo, alsjeblieft, drink u maar gauw op. Maar ze is niet al te warm hier. Ja, dank u wel. Dat doet me goed. Ik val u toch niet lastig? Nee hoor, blijft u rustig nog wat zitten. Ik ga wel met mijn naaiwerk verder. Juffrouw? Ik wil u graag nog even iets vragen, als het mag. Natuurlijk. Uw man... Nee. Uw man heeft toch veel verstand van machines, is het niet? Wat bedoelt u? Ik heb begrepen dat uw man in Canada woont en nog geen geschikt werk heeft kunnen vinden. Zo. En wat heb u daarmee te maken? Ik helemaal niets, nee. Maar een kennis van mij die woont in Amerika. Die heeft daar een hele grote boerderij. En die is al lang op zoek naar een goed geschoolde kracht. En had nog niets kunnen vinden. En toen dacht ik ineens aan uw man. Ik kreeg laatst nog een brief van hem. Gaat u verder? Maar ja, ik weet natuurlijk. Ja. Hier, ik zal het even opzoeken. Hier staat het, hier. Als jij me aan zo'n vakman kunt helpen, betaal ik graag de overtocht voor hem en zijn gezin. Voor een huis wordt gezorgd en je weet, een man die het werk aan kan en werken wil, kan ik een royaal loon verzekeren. Nou, ja, tot zover dan. Wat denkt u? Overtocht? Ja. Maar mijn man woont in Canada. Ja, dat weet ik. Maar dan gaat uw man van Canada uit naar Amerika en... Onze kennis zorgt ervoor dat u met uw kindertjes van hieruit naar Amerika gaat. En of ik, hoe ik daarover denk? Ja. Mevrouw, het is haast te mooi. Dat zou heerlijk zijn, eindelijk weer bij elkaar. U weet toch wel zeker, ik heb me zo vaak voor niks blij gemaakt. Nee, heel zeker. Het is precies zoals ik u heb voorgelezen. Maar ik weet natuurlijk wel dat u geen beslissing voor uw man kunt nemen. Oh, dat kan ik wel, zeker wel. Ja. Als we eindelijk eens van die geldzorgen af konden komen. U weet het toch wel helemaal zeker, hè? Ja, helemaal. En als u ja zegt, dan gaat mijn brief vandaag nog naar Amerika. Ja, en dan ontvangt uw man meteen bericht wanneer hij in Amerika verwacht wordt. En de kinderen en ik? Oh, maakt u zich daar maar geen zorgen over. Dat komt allemaal in orde. He, daar wordt allemaal voor gezorgd. Zo, en nu ga ik u vragen. Het is koud geworden. De volgende keer neem ik een potkachel mee, meneer, met een hele lange pijp. Ach, kletskoos. Oh ja, voor in ieder geval is Ikemaris de vesting binnengedrongen. Ja, wij mannen zijn nou eenmaal niet tegen die vrouwenlisten opgewassen, meneer. Jouw vertrouwen in haar is groter dan dat in van mij, hè? Dat is een kwestie van mensenkennis, milord. Nee, maar Ike, je bent al terug. Nou, schiet op, jongeman, schiet op. Ik kan het vertellen. Nou, Theobald, alles in orde. Als jij nu meteen vanavond die brief wegstuurt, hè? Dan is alles misschien binnen 14 dagen in kannen en kruiken. Nou, waar wacht je nou op? Schiet op, jongen. Ja, zeker. En maak plaats voor deze succesrijke dame. Schiet op. U kunt beter voor inkomen zitten, mevrouw. Meneer is nogal stoeierig. Ja hoor, kom, dat doe ik ook. Wat? Nou, zeg nou, breek me klom, hè? Oh, is een kwestie van mensenkennis, milord. Oh, Ike, wil je niet aan deze jongeman luisteren? De adel heeft nu eenmaal veel meer plaats nodig, hè? Gewone burgers, zoals Pom en ik,
zijn wat van bescheidene natuur. Als jij nou ook begint, dan gaat het toch mooi lopen, hoor. Weet je dat? Heel goed, moet je doen. Zeer goed voor je figuur. Ja, nou, maar je moet me nu eerst gaan vertellen wat zich daar binnen allemaal heeft afgespeeld. Ja, dat doe ik ook nog. Alleen in de wacht ik op korte overzicht van mij zo niet. De motor was steenkoud, meneer. Ja, nou steenkouder ben ik ook. Nou schiet op en wegwezen. Ja, meneer. Kom op. Nou, dus nou, het is ineens een beetje feest, hè? Ja. Oeh, nog een traktatie erbij. Wat heerlijk. Dank je. En wat heerlijk dat dat gezin nu goed verzorgd is, hè? Jij ook niet, Paul? Ik dacht eerst dat die juffrouw Kraats mevrouw Maris woest van blijdschap om de hals gevallen was. Is gebrek aan mensenkennis, knaapje. Ik heb meer mannenkennis, meneer. Daarom ken ik u zo goed. Toe, Paul. Laat me, Hanna. Dat is nog een kinderziekte van hem. Hij leidt aan loslippigheid. Beter dan alles op zoute manier, zegt mijn moeder. Jouw moeder is een zeer wijze vrouw. Die weet wat ze zegt. Nou, hij bijna nooit. Maar het is een brave jongen. Hoort u het eens van een ander, meneer? Jazeker. Maar die andere heeft toevallig verstand van kinderziektes. Nee, maar luister eens. Ik ben niet alleen hier maar gekomen om Hanna verslag uit te brengen. Maar ik heb namelijk nog een plannetje. Oh, help. Is meneer net thuis? Wil hij weer op avontuur, Hanna? Laat meneer nou eens even uitspreken, Paul. Nou, Hanna, je haalt me nou de woorden uit de mond. Kijk, na dit succesje... Succes, meneer. Moet ik je nou eens de keuken uitsturen? Goed, jongeman. Na dit grote succes van ons... Pardon, mijn lord. Van mevrouw Maris, meneer. Nou, bom toch! Nee, Hanna, laat maar. In dit geval heeft de kweejongen gelak. Qua jongen gelijk. Goed. Na dit grote succes van mevrouw Maris wou ik deze dame namelijk vanavond op ons kasteel uitnodigen voor een gezellig onsje. En daarom wou ik Hanna even iets vragen. Ja, meneer. Laatst heeft mevrouw Maris mij een compliment gemaakt over de heerlijke appeltaart die Hanna had gebakken. Oh, ik weet waar u naartoe wil. Ik ga vanmiddag weer zo'n lekkere appeltaart bakken, hè? Nou, dan schil ik de appelen voor je, Hanna. Hanna, echt, doe je het? Nou, en wat graag, kan ik tenminste ook nog iets doen ter ere van de goede afloop. Oh, wat heerlijk is dat. Orderpiep, dan ga ik nu mevrouw Maris opbellen en dan mag jij haar vanavond met de automobiel halen. Wow, meneer, dat is geen opdracht. Dat is een voorrecht. Ah. Oh, Hanna, wat ben ik toch hier weer heerlijk opgewarmd. Van binnen en van buiten, milord. Je hebt weer gelijk. Dank u, milord. Je hebt een complimentje verdiend. Ja, dat had je gedacht. Zo, bon, wat heerlijk, hè? Ja, ik ben ook gek op die appeltaart van jou, Hanna. Ja. Ach, nee, joh. Ik bedoel dat gezin nu eindelijk zo goed verzorgd is. Ah, meneer schrijft vandaag al een brief naar die Amerikaanse vriend van hem. Ja. Oh, ik wou dat ik ze kon zien, hè. Dat ik kon zien hoe ze weer gelukkig bij elkaar kwamen. Zo, Arne Piep. Hier is de brief. Als je nu aanstonds mevrouw Maris gaat ophalen, doe hem in het dorp even op de post, hè. Hoe eerder, hoe beter. Graag, meneer. Oh, een ogenblik. Laat nog even zien. Nee, de andere kant. Nou, zie je, alsjeblieft. Heb ik helemaal vergeten een postzegel op te plakken. Nou, doe jij het maar, want jouw tong zit toch los. Nou, zie je, wat een lap. Nou. Zo. Oh, hij zit een beetje scheef, meneer. Oh ja, dat is niet zo erg. Ik denk dat de posterijen daar geen bezwaar tegen zullen hebben. Nou, nou maar opschieten, hè, jongeman? Jawel, meneer. Goed zo. Wat is dit nou? Meneer. Ja, wat is er nou? Als u iets lekkers wilt ruiken, meneer. Lekkers? Wat nou lekkers? De keukendeur heeft opengestaan, meneer. Een heerlijke steel, dat ruikt naar appeltaart. Ah ja, schiet hem op, jongen. Hè? Schiet hem op. Appeltaart, meneer. Ja, geloof je wel, hoor. Zo. Die moet naar... En deze... Wat is dit ook dan weer? Dat is... Appeltaart. Wat een dag van verrassingen, hè, Pom? Ja, en gelukkig allemaal prettige verrassingen, mevrouw. Ja, wel. Zo, mijn handschoentjes nog.
Ach nee, die heb ik eigenlijk niet nodig, hè. Wordt toch heen en teruggebracht met de auto. Is Aagje er niet, mevrouw? Nee, Aagje die hoeft gelukkig niet alleen thuis te blijven. Die heeft de vrije avond vanavond. Ach, zo'n goed kind. Hè. Alleen een beetje flink van zich afbijten, dat heb ik er nog niet kunnen leren. Oh, dat komt nog wel, hm? Ja, dan zou jij er eigenlijk best eens les in kunnen geven, hè. Want jij bent niet op je mondje gevallen. De baron die zei ook al dat mijn tong nogal los zit. Maar ik kan me nu al goed inhouden. Dat heb ik al een beetje geleerd. Nou, daarin kan Aagje jou weer les geven. Wel, ja? Dan kan het met gesloten burgse, mevrouw. Ja. Zo, klaar. Ja. Nou, alleen even... Oh ja, mijn huissleutel was ik bijna vergeten. Nou, kom, Pom, loop hier maar vast door, want ik moet toch nog de deur achter me sluiten. Daar slinger ik de motor van staan, mevrouw. Goed. Zo. Nou, wie zou nu vandaag het gelukkigste zijn? Oh, dat kan ik zo wel zeggen. Juffrouw Kraats natuurlijk. Ah, ja. Ja, die arme ziel. Ik heb altijd veel kritiek op je gehad, vriendlief. Maar voor je liefhebberij heb ik alle waardering. Oeh, dankjewel, Ike. En weet je wat nou het mooiste van die hele geschiedenis is? Dat het mij helemaal niks kost. De hele rekening is voor mijn Amerikaanse vriend. Ja. Behalve de benzinekosten, meneer. Oh, hij weet het weer beter, hoor. Hij heeft gelijk. Alleen, hij had het beter kunnen inslikken. Al die liters benzine. Oh. Nou, hou nou je mond maar, kletskous, hè. Hier, pak maar in je appeltaart. Ja. Heel goed, Hanna, heel goed. Smullende orlepiepjes kletsen niet. Ja. Nee. Eerst je mond even leeg. Oh, dankjewel, Ike. Ik ben blij dat ik eindelijk eens een keer iemand krijg die me helpt, hè. Ja. In de keuken heeft hij het al aardig geleerd, hè, Pom? Ja. Nee. Neem nog een hapje, jongeman. Dan hebben wij nog een ogenblikje rust. Nou, ik wilde eigenlijk zeggen, meneer, dat mevrouw Maris die vroeg net aan Hanna hoe ze die appeltaart zo lekker kon bakken. Nou, en? Nu krijgen er al 3 mensen les, meneer. Mevrouw Maris in het appeltaart bakken van Hanna. Aagje van mij in het van zich afbijten en ik krijg van Aagje zwijgles. Alleen meneer heeft nog geen leermeester. Nee, dat is niet waar. Oh nee? Van wie krijg ik dan les? Nou, kijk maar eens om je heen. Van Hanna, van Pom en van mij. Oh, dus ik krijg van jullie alle 3 les. Nou, weet je wat? Dan leg ik mij bij de meerderheid neer en dan ga ik vragen of Hanna nog een heerlijk stukje appeltaart voor mij heeft. Heb je het nog? Mag ik? Oh, nog? Ja. Ze vragen me wel eens of ik me soms niet schaam. Dan zeg ik waarom zou ik nou, het is een mooie naam. Rombertus Horlepiep, zo heet ik officieel. Dat is beter dan Jan Jansen, want zo heten er zoveel. Pom, pom, brom, pom, pom, pommetje Horlepiep. Pom, pom, brom, pom, 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 pommetje Horlepiep. Pom, pom, brom, pom, 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 pommetje Horlepiep. Pom, pom, brom, pom, 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 pommetje Horlepiep. Ze vragen me wel eens of ik me soms niet schaam. Dan zeg ik waarom zou ik nou, het is een mooie naam. Robertus Horlepiep, zo heet ik officieel. Dat is beter dan Jan Jansen, want zo heten er zoveel.